Meermalige hardballen in de ene keer te boven en barst op de hart en de benen niet meer elkaar. Dus mengen, mixen, een nacht in de koeling, misschien vaster. Dan het deeg. Deeg er rustig bloemen in. Boter mag erin. Zout mag erbij. Hou even het kist apart, ik zal daar laten zien waarom. Bij heel veel recepten wordt ook gezegd van hoe het zout iets maakt, dat heeft een bepaalde reden. Het heeft alleen dat het zout dus niet in aanraking komt met het kist, als je het niet meteen wordt verwerkt. En dan is het kneden, en goed kneden tot het niet meer plakt. En deze het minst leuke werk. Leg het dan vervolgens weg, zoals we hier nou doen, of we droger doen. Ik heb het zo weer toch, echt niet anders. Nee, dat is te zeggen in de recepten van voeg ik zout laten doen, want dan voorkom ik het altijd dit gewoon terug. Daar hebben we een steenoven in zitten, die worden regelmatig gebruikt. Daar bakken we dus echt op de ouderwetse manier. Voordat je het eerste keer gebakken hebt, bij 25 broodjes, heb je al een uur of 6 gesproken. En dan kan je dan de tweede keer weer van bakken, dan moet je toch weer een uur van half uur gestoken. Dan wordt het echt een half uur gestoken. Dan ga ik bolletjes afwegen. Ik weeg er even een paar af en dan laat ik even een techniek zien waar je op een makkelijke manier dus een bolletje kunt maken. We leggen hem op de tafel met de vingertop mooi plat. Dan pakken we de bovenkant. Ja. Wendwerk maar op de bovenkant. Half invouwen en indrukken. Kwartslag draaien en doen we dat nog een keer. Kwartslag draaien, doen we dat nog een keer. En een kwartslag draaien en dan doen we dat nog een keer. Dus dan zijn we in principe 4 keer. Ja. Maar dan draaien we om. We beginnen het al enigszins op een bolletje. Dan krijgen we de volgende. Dan zetten we de handpalm op tafel, de vingertoppen op tafel en de duim. Je rolt tegen de duim aan. Dus je drukt er wel op, maar hou die vingertoppen. Dus ga niet dit doen. Vingertop op tafel, handpalm op tafel, duim op tafel. En rollen in dat kommetje, gerust een beetje druk uitoefenen. En uiteindelijk liggen er mooie bollen. Dan moet je afdekken, anders stroomt ze uit. We hebben hem zo voor ons liggen, op de theedoek. Pak hem eraf, draai hem om en we leggen hem dus eigenlijk met zijn goede kant op tafel. Dus we kijken we tegen de grond. Ja. Plat slaan. Wat nou de truc is dat je niet gaat slaan en gaat... Als je daar gaat wringen, dan krijg je dus inderdaad gewoon een rot stukje deeg. Kijk. Ja. En dit puntje, als dat groter zou zijn, dan zou dat een kaal plek in de borst. Ja. Dit hebben we hier. Die leggen we voor ons op tafel. Dus nergens geen gaten in getrokken. Dus we best een bonus maar pakken. Die leggen we erop. Leggen we in het midden op. Dan pakken we de zijkant van het lapje deeg. Daar vouwen we eroverheen. En dan met de duim en de wijsvinger aan weerszijden drukken we hem aan. Ja. En dan kunnen we dus, ik kan het alleen maar rechts, dan draai je hem even om. Doe het links en rechts. Uittrekken, eroverheen vouwen. Echt duim en wijsvinger erlangs en drukken maar stevig aan. Dan pakken we de bovenkant. Vingers eronder, duim tegen het gaatje en een kant op. Dan drukken we die bovenflap drukken we op die onderflap. Kom met de vingertoppen. Kom met de vingertoppen erop. Het is een randje. Het is waar als een randje. Dan doen we even met handen. Ik sla hem meer langs als dat ik erop sla. Echt op dat randje. Dus ga niet op het gehakt timmeren, dat is niet nodig. Echt dat randje. Want dat zorgt gelukkig dat je iets beter hecht. Ook weer met gevoel. Dan hebben we hem weer. Dan de onderkant. We kijken goed naar de onderkant dat hij in het midden zit. Een beetje plat drukken. Voorzichtig. Plat drukken. Kantel hem om. Het gehakt maakt niet uit welke dat de eerste was. Ja, want dan dit in de wij ook nog, maar wij dienen in de zee. Ja, dat is een beetje.
onderkant, zo. Ja, maar dat is om de plan maken de onderkant, toch? Nee, ja, dat mag weten dat in de onderkant is. Zo moet je. Ik heb het goed in, zo is het mooi. Dat is mooi. Oh, de remis. Ja, is goed. En dan pak je die weer. Ja, en eroverheen. En dan gelijk met een duim het gehakt wel erin duwen. Ja, dat dan natuurlijk niet. Dit daar om de worstenbroodjes te besmeren. Dat is mijn eierdooier. Alleen de dooier, met wat melk. Even kloppen. Hoe moet je liefjes om de eieren smeren? Dan hoor je een beetje melk. Ja. Hier onze buiten bij je. Zoals je ziet, dat dan zijn. De mensen hebben ook al hard eerder. Mag ook. Als je kijkt, de kip is doen. Ja, die zal heel goed zijn. De maas is echt gelakt. Dat is lekker. Ja, ze zijn lekker. Ja, ze moeten niet in de.